Ik heb het even nagekeken. Dit is mijn 6e jaar Concert at Sea. En ik heb er voor de 6e keer extreem veel zin in. Het is de eerste keer dat het niet met 3FM is. Radio 2 is sinds dit jaar de radiozender waar Concert at Sea op te horen is. Maar mijn omroep, de NTR, zendt het wel uit. En ik mag het wederom presenteren op televisie. Nou, moet je kijken. Nou, hoppa. En ik ga dus 2 dagen lang mezelf onderdompelen in de Zeeuwse gezelligheid. Courtesy van de heren van Bluff. Met optredens van Kensington, Chef Special, Doe Maar, The Dirty Daddies, Tom O'Dell en nog vele, vele anderen. En ik heb er zin in. Ja! Veenstra, Veenstra! Het is vrijdagochtend, bijna 11:30. Het festival moet nog beginnen. Er vallen nu een paar spettertjes regen, maar het is een mazzeleditie. De hele week lang zat ik al met angst en beven mijn weerapp te checken. En het werd met de dag erger en erger. 11 mm, 12 mm, 300 miljoen miljard milliliter regen per uur. Maar nu, na een paar spettertjes, het moet hoofdzakelijk droog blijven dit weekend. Laten we daarop hopen. Daar horen we het geluid van de mainstage waar Bluff nu aan het repeteren is voor Cover at Sea, waar het festival traditiegetrouw mee begint. En ik hoor al een mooie meezinger. Van de Radio 2 studio. Die heb ik hier in mijn broekzak. Ik heb er bijna niet te vragen. Au, thee, au. Wat is dit mooi! Ja, heb ik me laten vertellen? Ja, die. Inmiddels komt de menigte binnen en zijn we begonnen met de opnames voor de tv-special. 8 juli is hij op tv te zien bij de NTR. En dan zie je alle interviews die we hier aan het draaien zijn, de sfeerreportage en natuurlijk ook de optredens van alle artiesten. 8 juli op tv, maar nu op jou op YouTube. Wasselaar. Meestal op land. Vorig jaar mocht ik de lucht in een helikopter. En dit jaar heb je de boot. We gaan de boot in. Een rubber bootje. Met de reddingsbrigade gaan we mee langs het terrein varen. Geleden had ik heel veel om hier te laten zien, herinner ik me opeens. Want toen was ik natuurlijk druk bezig met het liedje wat ik had geschreven in een opdracht van Bluff samen met Ed Struilaert. Ging ik zingen in de uitzending. Dit jaar ben ik gewoon eigenlijk gewoon hard aan. Ja, hard. Ben ik gewoon veel aan het werk. Interviews opnemen met de bands die hier staan. Ik heb Tom O'Dell net gesproken, Walking on Cars, La Pergatina. En dat gaat het hele weekend zo door. En ineens hoop ik dat er genoeg materiaal ook wel is dat ik ondertussen ook nog wat vlog. Ja, ik ga er vanzelf achter komen op het moment dat ik het monteer. Jij ziet het nu terwijl ik dit doe. Maar geloof me, het is gezellig. Een beetje festival, ik niet meteen mosselen, maar wel in Zeeland. Ik heb net mosselen mogen eten van Nicolette en Jeannette. En dat zie je op tv terug. Dat is echt heel erg lekker. Nog wat sausje erbij. Dan weet je wel dat je in Zeeland bent hoor. Ron! Nee, ik ben niet Ron Brandsteder. Wie ben jij? Mijn naam is Ronald. Ronald. Ja. En jij zegt net dat je iets heel erg mist. Ja, extra weekend natuurlijk. Oh, never forget, huilie. Maar jij hebt echt serieus op de app de telefoon. Mm-hmm. Mag ik het één keer zien? Ja, ik zal hem opzoeken voor je. Extra weekend. Daar is hij. Jazeker. Duurt even. Nou, even kijken hoor. Ron Brandsteder, dat is hem.
Rob. Ja, je hoort het natuurlijk niet, maar... niet, maar... Geweldig. Top. Geweldig. Bedankt. Dankjewel, Rob. Mooie tijd. Veel plezier. Hoi, hoi. Er staat een paard in de hand. Ja, ja, een paard in de hand. Nou, ik zei net nog dat we het bootje in gingen. Het lijkt wat de Landzee in de lucht, want heel veel op het land en op het water. En vorig jaar nog in de lucht. Maar ik krijg nu net de mededeling dat ik nu weer de lucht in mag. Ik mag weer met de helikopter boven het terrein vliegen. En dat is zo epic. En ik dan, want ik moest presenteren. Ruud en Willem mochten niet mee. Nee. Nee. Maar er was ook niks, was niks aan. Was niks aan. Ik ging altijd hetzelfde rondje. Ja joh, de één keer heb je het echt wel gezien hoor. En er zat ook geen deur in. Nee, ook niet. Herrie jongen, hé. Echt, mijn oren ploppen nog steeds. Dodelijk zaak. Heel kut. Net alsof je achter in de bus zit. Ja. Goedemorgen wilde ik zeggen, maar het is goedemiddag. Het is 2 uur, dag 2. En het waait vandaag heel hard. Het is echt een lekker zeebriesje dat er staat. Beste plek van het hele festival. Alleen maar gezeik. Je kunt nu voor het eerst ook de vuurtoren van Concert C in, of eigenlijk op. Oké. Okay. En dan heb je een, alleraardigste uitzicht. Een mooiere plek is om deze video af te sluiten. En wat mij betreft volgend jaar weer. En vergeet niet, 8 juli zie je het verslag van Concert C met de optredens en alle interviews die ik wel heb gedaan, maar niet in deze video zaten, op NPO 3. En daarom natuurlijk op NPO.nl.